Hallo allemaal! Welkom bij deze eerste babyvlog. Wij wisten natuurlijk al iets langer dat ik zwanger was en hebben toen wat dingetjes gefilmd. Nou, dat is deze video. In deze video zien jullie dat ik nog een zwangerschapstest doe. Dat we ons klaarmaken voor de eerste echo. En dat we wat spullen krijgen van mensen voor ons en de baby. We hopen ook dat je op ons abonneert. Ook nog. Bedankt voor de 300 abonnees, mensen. Ha! We gaan los. Oh, ook nog even een snelle update over onze andere baby. Kijk dan. Ons papi. Er is alweer heel veel gegroeid. Het is alweer een hele tijd geleden. Hoe lang weet ik het al? Woensdag. Ik weet nu 6 dagen dat ik zwanger ben. Deze heb ik dus nu net gedaan. En het is nog steeds zo. Weet je, ik ben een klein beetje aan het panieken. En niet omdat, hoe leg je het uit? Gewoon alles bij elkaar vind ik het heel eng. Ik stress over wat ik moet doen met school, want ik zit nu in mijn 2e jaar en mijn opleiding duurt 4 jaar. Het is gewoon veel. Ik vind het heel heftig, maar ik vind het wel heel leuk. Alleen ik vind het wel heel heftig en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik weet wel wat ik ermee moet, maar dat. Ik kijk ook video's elke week van, ik zet wel een linkje onder in de beschrijving. Nu dus van 5 weken en dan hoe je je moet voelen en zo. Alleen, kijk, het voelt heel erg alsof het niet zo is, omdat ik heb niks. Ik heb nergens last van. Ik ben niet misselijk. Ik moet wel heel veel naar de wc. Maar verder heb ik helemaal nergens last van. Dus dat is heel top, fijn. Please, dat het zo blijft. Samuel is deze week heel druk. Ik zelf ben deze week druk. Ik heb allemaal dingen te doen. En aan de andere kant wil ik helemaal niks doen. En alleen maar denken aan hoe de toekomst is. En we hebben wel bedacht dat we dus de babykamer in de muziekkamer gaan doen. Ik vind het zo raar, babykamer. Ik stoep elke keer tegen mezelf te zeggen dat er allemaal dingen fout kunnen gaan. Omdat ik niet gewoon, ik weet niet, ik durf niet blij te zijn, want ik weet dat er veel mensen zijn waarbij dingen fout gaan. Ja, I don't know. Het is soms wel onwerkelijk. Maar ik vind het wel leuk. Ik had dus net school en toen op de terugweg heb ik even de verloskundige praktijk gebeld. Want ik heb gewoon even online gezocht. In de trein. Ja. En niemand gefeliciteerd? Ik dacht van, hallo, kun je mij horen, want ik ben in de trein. Toen zei ze, nou, ik kan u prima horen. Tenzij je nu gaat bevallen, kunnen we u helpen. Ze was heel aardig. En we hebben dus over 1 week een afspraak. Of nou ja, niet over 1 week. We hebben een afspraak, maandag 7 juni hebben we een afspraak. En ik was dus net aan Samuel aan het vertellen wat de vrouw allemaal zei. En het moet dus, wat is een inwendige echo de eerste keer? Als in naakt. Ze moet dus met haar benen wijd. En dan gaat ze erin kijken. Kunnen we misschien zitten, denk je? Ja, ze zei je krijgt foto's ervan. En kun je vanaf dat gat zien zitten? En dat is het, je kunt erin kijken en zien zitten. Nee, natuurlijk. Nee, zei je dat? We geloven het niet, hoor. Er is nog een speciaal echo-apparaat, een flapdrol. Ik ben nu deze vragenlijst aan het invullen. En het is echt veel. En dan hebben we dus een afspraak. En ik vind het wel heel spannend. Maar ook wel leuk. Want dan zien we ook of het echt is. En of die echt leeft. En of het echt is, you know. Dus dat is wel fijn. Ik ben nog steeds zwanger. Ik ben zwanger. Wij zijn nog steeds in verwachting. Ja, je verwacht het niet. Maar wij verwachten dit wel. Dit pakket gekregen. Ja. Mijn moeder die heeft het al eens geschonken. Weet jij wat het is? Waarom ben jij nou wel weer dan? Omdat mama met mij heeft uitgekozen welke het is. Oh, wat een leuke. Dit zit erin. Piepschuim. Bedankt. Het staat op hi, Marieke. Bedankt. Oh, een journal. Toch? Ja. Mag ik zien? Niet op niezen! Oh. 9 maanden valt. Moet je dan hier de babynaam of de mensennaam? Doe wel een mensennaam. Nee, dit is leuk voor het kind. Elke 2 weken. Ik vind het wel heel leuk bedacht. Mijn geboorte. Ja, ben je er blij mee, schat? Ja, dat is echt leuk, toch? Vind je niet? Ja, vind ik ook. En dan kan later, als ons kind dan heel oud is, dan kan dat kind het zelf lezen weer. Van, oh, mijn ouders hebben het ingevuld. Dat gaan we samen invullen, goed? Elke maand. Oh nee, elke 2 weken dan.
Oké. Okay. Op zondag. Okay. Wij zijn onderweg naar... voor de hoeveel weken? 7 weken en gewoon. Maar dat is inwendig. Ik ben heel benieuwd daarna, want ik ben een beetje gespannen. Ik denk niet dat ik dat leuk vind. Maar ik ben wel benieuwd of het nog leeft en zo. En of het echt zo is, want dat komen we nu achter. En waarschijnlijk de uitgerekende datum. En ik hoop heel hard dat het niet 18 januari is, want dan is Britt jarig. Dus dat zou heel vervelend zijn. Mag er nou uit? Ik wil niet op de verjaardag van Britt. Nee, moet Britt haar verjaardag veranderen? Nee, maar Britt zei zelf dat ze dat het leukste cadeau zou opminnen. Maar Britt doet ze crazy. Want ik vind dat niet. Het is 1 minuut voor 3. We moesten 3 uur zijn. We moesten 3 uur zijn. En we moeten nog hoeveel minuten rijden? Ik denk 4. Nog 4 minuten moeten we rijden, dus... We moeten hier rechts volgens jouw theorie. Nee, rechtdoor. En dan, ja, dan weet ik ook wel waar ik heen moet. Dat maakt je dan moeilijk, je verhaal. Oh. We zijn er bijna, dus oehoe. Sam heeft niks gefilmd. Nee, Sam was vergeten te filmen. Toen ze met dat ding in mijn vagina zaten, was hij even vergeten dat hij nog wat moest doen. We hebben helemaal een boekje mee. Hoe ging het? Ik vond die mensen heel aardig. Ja, ze zijn heel aardig. Ze was ook heel aardig voor jou, vond ik. Er was een mevrouw in opleiding. Ja, een stagiair denk ik. Mm-hmm. Maar zij deed wel het gesprek, maar niet de... Het echte onderzoek. Maar niet de echte echo, dat deed zij niet. Hoe vond jij dat, het onderzoek? Ik vond het echt gekkig. Ja, hè? Het deed geen zeer of zo, hoor. Nee, het was gewoon naakt. Het hart klopt. Het gaat echt zo heen en weer. Ja, ik zat niet echt ritme in. Nee, dat niet. En het is dus niet 7 weken en 4 dagen, want we dachten maar 6 weken en 4 dagen. Maar, desalniettemin, is de kans op een... als er een miskraam is, kunnen wij er niks aan doen. Nee. Dus de kans dat het overlijdt is kleiner. Ja, omdat het hard klopt is de kans kleiner. Toen gingen we weer praten met die stagiaire mevrouw. Toen werd ik in één keer gebeld. Was samen wel zijn leerling vergeten. Lachen we even om. Wat heb je gezegd dan trouwens? Ja, ik begon helemaal te stotteren over het medisch centrum waar we waren. Waar zei je dan? Ik zei, het is even iets tussenkomen. We zijn bij het medisch centrum, dat komt ooit nog wel. Volgende keer zijn we weer bij dezelfde mevrouw. Nou, niet bij die stage mevrouw, maar bij die andere mevrouw. Dus dat is wel fijn. We hebben weer iets leuks. Het bol.com pakket. Ja. Heb ik samen ook veel zin in. Van Anne Martijn en Anne Martine gekregen. Cadeau? Ja. Het moederschap met 2 vingers in de neus en 1 middelvinger in de lucht. Ik ga stuk. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Die is fijn. Wow, kijk dan hoe mooi. Nou, heel erg bedankt allemaal Martijn en Tante Martine. Dankjewel, heel erg leuk. Ja, echt heel erg aardig en lief van jullie. Ja, leuk dat je eraan denkt. En bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Volgende week hebben we de gender reveal. Voor de oudere kijkers, dat betekent dat we gaan kijken wat het geslacht is. Tot volgende week. Bye!